Er wordt immense druk uitgeoefend op het kabinet. Steeds meer burgemeesters willen dus ook de terrassen open en krijgen dus nu ook bijval vanuit de ziekenhuizen en ook de Nederlandse bevolking. Ja, maar Loes, die wil naar buiten. En vanavond horen we tijdens die persconferentie of er versoepelingen in zitten. Is het nog mogelijk dat ze zich bedenken? Want we horen nu natuurlijk van ik zou er maar niet van uitgaan. We hebben genoeg valse hoop gehad volgens mij de afgelopen week. Dus ik denk niet dat we mensen nog meer valse hoop moeten geven. En ook niet dan nu die burgemeesters die dan hierop zitten te drukken. Heeft dat dan geen enkele invloed meer? Nou, het heeft denk ik wel iets van invloed, omdat het kabinet natuurlijk ook wel voelt dat ze iets moeten doen. Want anders is het natuurlijk wel nog een grotere domper als ze echt met helemaal niks komen. Dus hebben ze bedacht dat ze vanavond met een zogenoemd openingsplan komen, zo noemen ze het zelf. Waarin ze met een soort stappenplan komen van nou, wij hopen dat als de R echt een tijdje onder de 1 is. En wat hij nu is, hè? Ja, precies. Maar dan moet hij nog iets langer onder de 1 zijn. En als die druk op de IC's afneemt, dat er dan meer kan. En dan willen ze dus vanavond bekend gaan maken wat er dan kan. En dan hopen ze dat dat vanaf volgende week kan. Maar ja, veel mensen zullen denk ik eerst zien dan geloven na deze week. Nou ja, dat ten eerste. Maar we hadden toch ook al zoiets als een routekaart? Klopt. En als je dit tegen het ministerie zegt, dan hoor je toch vooral, ja, we hadden inderdaad een routekaart. Maar we noemen het nu een openingsplan. Want dit plan is alleen maar om stappen te zetten waarin het beter wordt. En dus niet om terug te gaan en weer meer maatregelen te nemen. Ja, maar het is toch wel, als je het hebt ook over communicatie richting je bevolking, het is toch allemaal wel tamelijk gênant dat je eerst iedereen hoop geeft, ook compleet uit het niks, want ik dacht ineens, hoezo, 21 april, het gaat toch helemaal niet zo goed? Nee, klopt. En dan het allemaal weer terug moet draaien. Wat gaat daar nou mis? Ja, dat is toch een staaltje communicatiemanagement, denk ik, waar het niet helemaal lekker gelopen is. Je merkt ook wel dat het kabinet niet blij is dat er aan eind vorige week zoveel hoop was dat er toch vanaf vandaag eigenlijk al duidelijkheid zou zijn op versoepelingen. Je weet, Hugo de Jonge die zei vrijdag nog, we gaan geen domme dingen doen in het zicht van de haven. Ja. Dat betekende natuurlijk al wel van, nou, wees maar niet te blij, want we weten echt nog niks zeker. Ja, en nu moeten ze toch iets van perspectief gaan bieden. Ja. Maar eerst zijn de mensen natuurlijk wel blij gemaakt. Ja, precies. Dus door wie dan? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, je merkt gewoon dat er in Den Haag zoveel scepticis is nu ook richting de gemeente en dus het veiligheidsberaad en de burgemeesters die steeds zeggen dit moet gebeuren. Waardoor ze in Den Haag het gevoel krijgen van ja, ze voeren de maatschappelijke druk ook zo op. We moeten nu ook wel iets. Ja, maar ja, dan alsnog moeten we iets. Maar dan is het hele idee dus dan een stappenplan. Goed idee? Nou, dat zou een heel goed idee zijn. Het had er wat mij betreft al een paar maanden kunnen liggen. En ik denk dat ook de hoop die ontstaan is, komt ook voort uit de onduidelijkheid die het kabinet eigenlijk biedt door niks te doen. Mm-hmm. Dus op het moment dat je gelijk aan Engeland een tijd terug al gewoon met een goed stappenplan was gekomen, dan is er duidelijkheid. Hoeven we niet te gaan speculeren, dan kunnen we iets. Maar we varen nu op niks, want als we het af moeten laten hangen van het vaccinatiebeleid, dat gaat ongeveer net zo goed als het testbeleid in die tijd. Dat duurde geloof ik 8 maanden voordat het op orde was. Dus dan hebben we nog een paar zware weken te gaan. Ja, dan worden we inderdaad niet zo vrolijk. Of heeft u daar een ander beeld bij? Nee, nou, ik was eigenlijk van plan om vanavond niet te kijken. Omdat ik vind de persconferenties altijd het meest deprimerende van de maand, zullen we maar zeggen. Maar nu ik hoor dat er een stappenplan komt, ga ik misschien toch wel kijken. Want ik ben benieuwd of ze me kunnen verrassen met wat visie en een weg uit deze chaos. Het is ook een beetje dubbel, want je hoort nu van alle communicatiedeskundigen ook steeds van ja, als je perspectief biedt, bied dan terecht perspectief. Ja. Zodat je mensen ook daadwerkelijk blij kan maken. Want dat gebeurt vooralsnog natuurlijk niet echt. Nee, want je kunt je wel afvragen hoeveel zicht deze mensen die het beleid maken nu echt hebben over wat er specifiek speelt in de samenleving. Want als je zoveel signalen krijgt van burgemeesters die tussen de bevolking staan, als je met mensen zou praten, dan zou je toch weten dat er iets schort aan het draagvlak. Ja, maar het zijn natuurlijk hele dubbele signalen die zij krijgen. Aan de ene kant horen ze die burgemeesters en aan de andere kant zien ze ook die cijfers op de IC oplopen. En zien ze ook dat die piek in de coronacijfers, ze hadden eigenlijk verwacht dat die nu ongeveer op zijn top zou zijn, dus dat het nu weer zou gaan dalen. Nu verwachten ze dat volgende week pas is. Hm. Waardoor ze toch zeggen, het kan gewoon nog niet nu. Nee. En als we even inzoomen dan verder op de politiek, doet de nieuwe Tweede Kamer nog iets? Want er is ook wel een beetje hoop daarop gevestigd dat die misschien toch het stem van de ondernemers, van de burgers iets meer vertegenwoordigen. Ja, ik denk dat er heel veel partijen zijn die dat graag zouden willen, die ook echt wel alle opties willen bekijken, die dan blij zijn met zo'n openingsplan, zoals ze het dan noemen, waar ze vanavond mee komen, omdat ze zich daar een beetje aan kunnen vastklampen. Maar het is ook best wel spannend voor partijen om dan degene te zijn die dan maar te zegt van, nou, laat die cijfers dan maar oplopen, want we hebben het gewoon nodig. Ja,
Maar ja, tot nu toe zijn ze inderdaad elke keer akkoord gegaan, ook met het coronabeleid van het kabinet. Hoor je achter de schermen dat daar nu iets aan het veranderen is, of vinden ze dat toch nog te spannend? Ik denk dat ze dat op dit moment nog te spannend vinden. Zeker met het idee dat er volgende week dan wel versoepelingen zouden komen. Ze hopen dat er volgende week weer een persconferentie is. Okay. Waarin ze dan dus de eerste... Kijk, vanavond hebben ze dus dat openingsplan. Ja. En dan zeggen ze, nou, de eerste openingsstap zou iets kunnen zijn. Dat maken ze vanavond bekend wat dat is. En dan hopen ze dat er volgende week een persconferentie is waarin ze kunnen aankondigen dat die eerste stap genomen gaat worden. Ja. Dus dat is natuurlijk wel iets van perspectief. Maar ja, dat is geen zeker perspectief. Want heel zeker weten ze niet dat de druk op de ziekenhuizen volgende week minder is. Nee, en dat is natuurlijk wel de vraag. Hoe weten ze dan dat 21 april wordt het dan niet? Het wordt in ieder geval uitgesteld tot 28 april. Maar blijft dat ook niet een beetje gissen hoe het dan gaat? Weet je wat? Dat is precies het probleem. Ze kunnen nu alleen maar naar de cijfers kijken. En dat kunnen ze op het moment. Moeten ze de situatie dus managen. Maar ze hebben natuurlijk zelf over zich afgeroepen door die waardeloze vaccinatiestrategie en het zwabberbeleid erop en het niet doorpakken, ook vandaag nog niet, op de vaccinaties. Want we moeten nu gewoon, we hebben vaccinaties liggen, als de dolle gaan vaccineren. Dus zolang jij maar elke keer afwacht, van koers wijzigt, risicomijdend beleid voert, ja, jongens, weet je, krijg je dit? Dat je op het allerlaatst moet bekijken, oké, hoe staan de cijfers? Nou, het kan toch niet. Terwijl je ziet dat landen die veel eerder die vaccinatiestrategie heel stevig hebben ingezet, nu veel verder vooruit kunnen kijken. Nou, Engeland is daar bijvoorbeeld echt een heel mooi voorbeeld van. En die gewoon met veel meer perspectief kan komen. Ja, maar er zit in het beleid ook niks van voortschrijdend inzicht. We weten dingen die we vorig jaar maart, april niet wisten. En men kijkt nu nog steeds hetzelfde naar de buitenruimtes als dat men afgelopen zomer deed. Mm-hmm. Terwijl er allerlei onderzoeken liggen die aangeven dat er in die buitenruimte nauwelijks iets aan de hand is. En men blijft maar hameren op wat er toen speelde. Men leert gewoon niet van van de afgelopen maanden. Dat is wat een gevoel veel mensen hebben. Hè? Van hoezo kijken ze niet naar voortschrijdende dingen? Doen ze dat echt niet? Nou, ik denk dat het OMT zal dat echt wel doen. Ja. Maar ja, ze zijn natuurlijk best wel behoudend uiteindelijk. Omdat ze gewoon nu zien dat die cijfers op een top zijn op de IC's. Volgens mij is de IC-bezetting nu ongeveer net zo hoog als in de eerste piek. Of zeg maar iets lager dan in de eerste piek, maar wel heel zorgwekkend. Zo ja, en dus, dus durven ze het gewoon nog niet aan. Ja. Ja.